Wij zijn bezig met vragen wat de mensen van de begrotingsdebatten vonden afgelopen week. Of u vond dat wat is aangenomen en wat verworpen is, of u zich daarin kan vinden. Dat er heel veel aandacht wordt besteed aan dat de bibliotheken alsjeblieft niet gesloten worden. Dus die oproep zou ik sowieso mee willen geven. Dat zal een deeltje van die begroting zijn, maar dan vind ik het wel fijn als daar ook een beetje actie voor is. Ja, want ze hebben een beetje water bij de wijn gedaan. Dat Sinterklaas echt naar Almelo komt en dat jij vanavond je schoen kan zetten. Had je daar al aan gedacht? Ja! Ja? En ga jij je schoen zetten? Ja! Goed zo! Hij komt wel. Hij komt wel. Hij komt door een ander kanaal, naar Almelo. Ja, dat was dan nog niet bekend waar die kwam. Ja, of als jullie vanmiddag om 12:30 naar de tv kijken, kun je precies de intocht zien. En dan kun je ook zien dat Sinterklaas echt naar Almelo gekomen is. Oké, gaan we kijken. Hebben jullie een beetje de begrotingsdebatten gevolgd? Nee. Nee, zegt je niks? Nee. Nee, je vindt het wel goed wat er geregeld wordt? Ja, god, ik heb er zelf niet zoveel invloed op, ja. Dus ja, wat er gezegd wordt, dat wordt er gezegd. Wat vond u positief in dit geheel? Nou ja, dat nou één mevrouw misschien in verband met de verkiezingen voor de kinderen opkomt die niet kunnen zwemmen. Dan vind ik alleen het arme kinderen een vervelend woord. Maar de doelgroep heb ik wel wat mee. Maar hij komt wel. Wist je dat? Ja, en dan moet je gaan kijken. Om half één, dan komt hij aan via een speciale zender. Dan kun je zien dat Sinterklaas toch gekomen is. Oh, nou, dan gaan we kijken. En dan moet je vanavond wel je schoen zetten. Ja. Ja. Nou, de individuele sportscholen blijven gewoon open. Er zijn hier in de buurt toevallig wel twee die gesloten zijn, die zich niet aan de coronaregels gehouden hebben. Maar waar ik bij zit, dat is gelukkig blijft gewoon open. De sauna's zijn open en de zwembad dicht. Daar snap ik dus ook niks van. Nou, maar Almelo heeft een heel eigen Sinterklaasjournaal. Om 12:30 kan je zien hoe Sinterklaas toch in Almelo komt. Ik volg meer de landelijke politiek. U volgt wel de landelijke politiek. Het is terwijl Almelo zeker zo belangrijk is. Ja, maar misschien komt hij wel bij het gele pad aan. Ja? Ja? Nou! Het is cadeautjes. Daar behoorlijk in de buurt. Krijgen wij de eerste cadeautjes? Dat heb jij goed gezien, jongen. En jouw zus tweede, hè? Jij eerst en jouw zus tweede. Bij de begrotingen is er bepaald dat het dienstencentrum De Riet gaat sluiten. Daar zitten een heleboel activiteiten. En u bent onder andere deelnemer van het biljarten. Hebt u gemerkt dat er deelnemers zijn aan die activiteiten die al ergens anders terecht kunnen? Nee, dat is waar. Ik heb met het bestuur gepraat van de biljartvereniging De Pommerans. En die weten niet waar ze naarto gaan. Ze weten ook niet waar de biljarts heen gaan. Waarop het voorstel is, je kunt ook nog naar de Schuppen toe. Daar is een wijkcentrum of daar misschien de biljarts. Maar er is helemaal geen overleg. Er wordt nauwelijks gecommuniceerd tussen het bestuur van of de stichting die dat allemaal regelt en de biljartgroep. En dat is hetzelfde met koersbal en het is hetzelfde met de schildervereniging, de schildersclub wat er zit. En de quiltgroep die op dinsdagmiddag er is, ze weten niet waar ze naartoe gaan. Ze hebben alleen gehoord dat het gesloten wordt en voor de rest is de combinatie minimaal. Maar als u straks thuis bent om 12:30... Ben ik alleen. Maar dan kan u wel naar A-visie kijken. Dat doe ik zeker. En dan kan u uitgebreid toch nog zien dat hij op een hele speciale manier naar Almelo komt. Ja, ik ga zeer zeker kijken. En ik heb toch voor Sinterklaas Pieterjurk aan. Ja. Ik zie het, jij hebt een prachtige Pieterjurk aan en een Pietermuts op. Ja. Nou, als hij dat toch kon zien, hè? Maar ja, hij is niet zoveel te zien dit jaar, maar hij is er wel. Ik kom toch niet. Hij komt toch wel? Ja, op televisie. Ja, precies. Ja, dat weet ik wel. Maar dat is toch Almelo waar hij dan komt, hoor. Dus u zult, u zult om 12:30, dan kunt u dat precies zien, dat Sinterklaas toch naar Almelo gekomen is. Er is helemaal coronaproef, is dat geregeld. Ja, maar dat lukt me niet mooi toe. Nou, dan zou ik het toch leuk vinden als u even ging kijken. Als u me dat hoofd van mij niet te vaak wilt zien dan. Ja, ik kijk geregeld A-televisie. Nou. Maar zeg maar, moet ik hier wel eens naar die fietsroutes, wat ze erop doet. Wat doen ze? Fietsroutes, laatst een mooie fietsroutes. Ja. Nee, dat klopt. Ja. U bent geslaagd, het klopt dat u het gezien heeft. Oh, okay.